Uitgebouwd aan de deuren. Ja, dat was, die was 87 meter. Ja. Dat is wel de max hier hoor. Dus zo lang, je kan hem wel uitbouwen, maar die sluisdeur kan er niet meer in. Ja, die grote die gaan nu in Amsterdam. Bouwen ze in Amsterdam en in Makkum. Ja, ja, bij Vlintrol daar. Ik heb een loods erbij gebouwd, dus dat gaat niet door. Ze hebben het gesloten voor het jaar. Binnen een jaar alle drie weer weg. Ja? Ja. Ik
kijk hier natuurlijk wel vaak, want ik woon hier vlakbij. En, ja, mijn collega die woont hier. Ik zie je, dit er gewoon mooi uit. I bought two of these. Ik heb wat cheaper ben ik hier. 2.8 left. Makes such a difference, hè. Het is wel een beetje koud. Ja, het is niet warm. Ja. Helemaal te eten zo. Hey. Als je erop bent, dan heb je een klein beetje ons voetballen. Oh ja. Hij was wel een baal. Ja. Als je nou even werk zo links halen. Hier even kijken. Werk van de winter, want anders zo'n ijsbreken ook altijd op thuis om hier. Ja. Ja, ik vraag me af, dat wordt steeds minder. Ja. Ik zeg ook straks, de kleinere kinderen, die weten niet eens wat sneeuw is, toen je er heen met het plat zien. Ja, ja. De mogelijkheid is er ook, maar ik wil wel weer erg op geld uitgeven om naar de wintersport te gaan. Ja, ik vind het altijd heerlijk, hoor. Een schaatsen. Ja, ja. Die tijd is wel een beetje geweest. Ja, mijn auto woont wel verrijst te houden. Ik woon aan de Leidse Straat daar. Ja, ja. Maar dat is wel een paar jaar. Ik ook daar. Ja, ik zeg, ik ben nu wel geweest op de Afrikaanse Straat. Ik heb nog een paar jaar geleden. Ik heb een nieuwe schaats. Ik heb er een half uurtje mee gereden. Zondag heb ik in de rij, want het is ook slecht ijs. Ja. Ik heb een half uur gereden. Nou, een paar kilometer. Ook, het ijs is vaak heel kort, dus mensen gaan er te vroeg op. Ja. Dus gaat het hele ijs te kwast al. Ja. Ja, maar toen was het door het weer ook. Zo de regen en de sneeuw, en toen was het weer nooit weer op. Die rondjes rijden, maar die dag ervoor was het professioneler geweest. Ja, ja. En de dag na de mobielers de amateurrijders staan te rijden. En met heel ijs al wat. Het beste er wel af. In Amsterdam en in grote steden hebben ze speciaal mensen met drones en de brandweer zelf. Ja, dan kunnen ze kijken. Kunnen ze kijken waar de hitte zit. Ja. Kijk, als je dat ding daar ziet, dan